Doctor Horacio Dibarra Hospital Taklapa comienza con era nuevo. Ahora introducí un proyecto llamado APD, Electronic Patient Dossier. Un proyecto que camina con lo digitalizado la información de pacientes que están en contacto con el hospital. Doctor Horacio Dibarra Hospital ahora Taklapa comienza con digitalización de su papel. Ahora no solamente en el área administrativa, pero también en el área médico. Dit is een heel erg belangrijk project voor het ziekenhuis. Dit gaat de manier waarop wij werken heel erg veranderen. We hebben uitgezocht wat een elektronisch patiëntendossier kan betekenen voor de manier van werken. En een van de belangrijkste voordelen is dat het veel moeilijker wordt om fouten te maken. En veel makkelijker om fouten die gemaakt worden te vinden. Er is natuurlijk bekend dat doktershandschriften heel slecht zijn. Het is vaak moeilijk om dingen te lezen. Bepaalde geneesmiddelen lijken veel op elkaar. Het verschil tussen 10 milligram en 100 milligram is heel gauw gemaakt. Dus er is altijd een kans dat er fouten gemaakt worden. Met een elektronisch patiëntendossier wordt die kans enorm verminderd. Een tweede voordeel is dat je niet op zoek hoeft naar informatie. Andere ziekenhuizen hebben uitgevonden dat je ongeveer een half uur per dag kunt winnen als je niet hoeft te zoeken naar informatie. Nou, dat is bijna 3 weken per jaar die vervolgens besteed kan worden aan het echt zorgen voor de patiënten. En het derde grote voordeel is dat je de informatie die je hebt over patiënten kunt delen met alle andere artsen. Iedereen kan tegelijk bij de informatie en niet alleen degene die toevallig het dossier bij zich heeft. Dat is een enorme verandering. Está trabajando duro para poder lograr completar el proceso más pronto que posible. Nee, het project is al een tijd in voorbereiding. Er moeten natuurlijk een heleboel dingen beginnen. Maar de echte uitvoering van het project begint nu. We verwachten dat het project ongeveer een jaar zal duren voordat we het helemaal ingevoerd hebben. En dat betekent dat wij in augustus 2016 kunnen werken met dit programma. Dit jaar, dus 2015, zijn we vooral bezig met het bepalen wat er allemaal gaat veranderen. Dan in begin 2016 gaan we testen. En in de maanden mei, juni wordt er vooral veel gedaan aan training. En dan zijn we in augustus helemaal klaar om echt te beginnen met de nieuwe manier van werken. Banda die projecto llama APD aquí hospital está bezig con lo que nanta llama impact para así na sigue mejorar el servicio. Habemos lanzado nuestra campaña promocional para el proyecto de impact. Impact staat voor Improving Patient Care Through Technology. We zijn ook nog implementeren een systeem digitaal. Het is solamente een tool. En ons mensen trachten honden per drecha en proces om te helpen de patiënt. Kijk, men nos kiekte focus op de parte di digital. Als je maar standaard improving, dus de parte di drecha cuido, paco de patiënt. Ahor, kiko precisamente el proyecto aquí te encerrai. Con beneficioso el OTA. Op het moment dat we ons focussen op de partij die patiënten die worden opgenomen in het hospital en daarmee patiënten polyklinico die specialisten. Ik ben alles wat we hebben gedaan in het dossier op de papier. Dus eigenlijk alles wat we hebben registreren, een nummer, een geboortedatum, een fecha de nascimento, maar ook een historie, wat er mee te tuma, wat malessen we hebben, wat historie van de familie we hebben. Ik ben ook alles wat we registreren digitaal. Dus we hebben de communicatie multidisciplinaire meer makkelijk. De dokter heeft ook een systeem. Informazione del paziente, nel momento in cui arriva, non sa la storia, non ha messo un tavolo di due viaggi e questo facilita, se non si è massivo, non sa che il remedio può tomare, non può essere, non può controllarsi, lo quale con un'altra prescrizione può trovare, lo quale può bere cava o fare alcuna interazione con lui. Per alcun tempo cava, ha la digitalizzazione amministrativa, però ora, arriva ora, passi su un medico. E l'idea è per eventualmente lograre di tintura e arrivare al sistema qui, per lograre il processo per l'ospedale uno più facile e efficiente. Nel momento in cui lo cominciano a processare e in contatto con l'ospedale a war, poi lo sigue processare e nel futuro arriva in contatto con l'ospedale e così a poco a poco lograre arrivare al sistema e hai un progetto completamente finalizzato.